Goedemiddag allemaal. Wat we nu gaan doen vandaag is met Aninorpia, dus een schitterend kleurboek. En dan heb ik daar een speciale plaat voor, omdat ik een beetje ook een rugrijder ben. En dan kan ik die dus een beetje dichter naar mij toe halen. En draaien zoals u wilt. Dus wat ziet u hier nu? U ziet natuurlijk heel veel dingen. Dat zijn dus twee gumpjes. En met wat heb ik dat nu allemaal gedaan? Ten eerste heb ik dat gedaan met de Gerapit Hint Tint. Waarschijnlijk hebt u er al van gehoord of nog niet. Dat zijn dus 24 kleuren. En ik heb er hier een kleurenkaartje van gemaakt. En dat zijn dus eigenlijk kleuren voor in de zee te werken. Dus voor kleurprinten die met zee of met dieren te maken hebben, kunt u die uitstekend gebruiken. Bijvoorbeeld deze Autumn Brown. Kijk eens wat een kleur dat maakt. Dat zijn dus wel potloden op waterbasis, dus u moet er met een beetje water over gaan. Dan hebben we ook nog gewerkt met onze Intense. Dus onze 72 kleuren van Intense. Die heb ik u wel voorgesteld. Ziet u, allemaal mooi per kleur. En daar hebben we dus de staart mee gedaan. En ik heb dan ook gewerkt met de kleurencirkel. En hier ook. Zoveel mogelijk op de kleurencirkel gebaseerd. Met wat hebben we dan nog gewerkt? Dan hebben we gewerkt met de Neon Color Waterbol Solution. Prachtige effecten. Zie hier. Dat is met die neon watercolors gedaan. Dus, en hierboven ook. Dus, en ik heb een beetje van, boven is de zee natuurlijk lichter. En hoe langer u naar beneden gaat, is de zee donkerder. Dus ja, dat is al een beetje koraal en zo, dat er dan in loopt. Ja, het is echt een fantastisch boek. U zult dat op internet ook wel al tegengekomen hebben. En je hebt daar dus fantastische resultaten mee. Met allemaal die mooie materialen. Natuurlijk, want ja, het is echt fantastisch, vind ik, gelijk het eruit ziet. Dus, ja, u brengt dat dus, die neon colors brengt u dus op. En u gaat er dus met uw fijn waterpenseeltje. Zie eens hoe die kleur verandert. En als ik dan werk op de plaats en ik ben zo hier van boven, dan kan ik die dus dichter naar mij toe brengen. En dan kan ik dus hierboven ook, we zullen nu eens met de lichte
water. En dat is dus op water solution, hè? Dus aqualeerbaar. Dus gewoon aanbrengen. U moet dat niet zo precies aanbrengen, want u wrijft dat dan toch open met uw waterpistool. Dan gaan we een klein stukje doen. Het is maar om u een idee te geven. Ziet u hoe mooi dat openspreidt? U ziet dus niks meer van die lijnen als u het erop brengt. Dus ja. En u kunt daar dus tot in de fijnste hoekjes mee werken. Gelijk u dus hier kunt zien. Dat is allemaal tot in de fijnste details gedaan. Wat ik dan ook nog wil zeggen. U hebt de jelly roll pin. En dat is dus om kleine haailichtjes op te brengen. Ik ga mijn plaat wat terug wat dieper op tafel leggen. Gelijk u hier ziet, in zijn hoofdje. En dan kunt u dat dus hier. Ziet u? Dat zijn dus met haailichtjes. En dat doet u dus met de jelly roll pen Sukura van Japan. Die zijn dus ja, te verkrijgen bij de Pipo's en zo. Of in zaken gelijk Lucas. En dan krijgt dat zo ja, een beetje een speciaal effect. Dus ja, wat ik dan ook nog wil zeggen is dus, ja, u werkt met water, dus uw papier gaat een klein beetje omkrollen. Ja. Dus het is maar heel licht wat u doet met water, maar toch, het rolt een klein beetje om. Maar daar hoeft u niet voor te vrezen, want als u uw boek toedoet, en ik zal u laten zien langs de achterzijde, dus van de tekening, zijn daar dus geen doordrukkingen. En zijn daar ook geen rimpels te zien. Dus als u deze tekening wilt inkleuren op een andere techniek, bijvoorbeeld met de bruinzeelspotloden alleen dan, dan hebt u dus, ja, u kunt daar perfect op werken. En die kleine... Allee, dat klein beetje dat omkrolt, dat gaat daar volledig uit. Ziet u, u maakt uw boek goed vast. Het is een speciale plaat die ik ervoor gekocht heb, omdat ik dat werk dan dichter naar mij kan brengen als ik in de oogte moet werken. En in de laagte kan ik het op de tafel laten rusten. Dus ja, dat zijn zo'n beetje de materialen die je nodig hebt om dus ja, deze fantastische resultaten te krijgen. Ik vind het, ja, voor mij is het juist een schilderij. Maar natuurlijk, het is maar een kleurboek, maar het is dus, ja, heel prachtig. Dus, ik hoop dat u dat ook inspireert om daar eens mee te beginnen. Of als u het al doet. Maar dan werkt u misschien met andere kleuren, andere technieken. Wat u ook nog kunt doen is dus... Ik zal mijn artiestpotloden, dat is ook van Drouwen.
Ik heb alles goed bij mij staan, maar natuurlijk moet ik toch eventjes een beetje. Dus met het witte potlood, en dat gaan we nu doen op deze bladzijde, kunt u dus wat blenden. Dus, maar je moet wel een beetje hard drukken. En op het gele zal ik eens een groene of iets blauw laten zien. Dat u dus de kleuren, ziet u, kunt blenden. Dus dat is eerst met de neon krijt, washable krijt gedaan. En dan daarover kunt u dus met uw artiest potloden. Van Drewent ook. Ja, Drewent is mijn favoriete merk. Ik vind dat ze fantastische producten hebben. Kunt u daar dus over blenden, eventueel voor kleine details nog. Zo gelijk als u bijvoorbeeld in die staart wat wilt blenden. Dat u zegt, ik wil dat, want dat heb ik hier ook gedaan, geloof ik. Nu moet ik, ziet u? En dan kunt u dus daar dus kleine streepjes in blenden. En dan, ja, het is maar allemaal een weet en een techniek. Speciaal effect. En voor zo'n beetje een speciaal effect te krijgen, ja, inderdaad. Dus ja, een goede middag nog. En duim op, dag!